mensen, welkom bij een nieuwe review. We staan voor de reactor in Nijmegen. Dus we gaan even kijken wat hier allemaal in Nijmegen te beleven valt. Hier op de campus. Ik zou zeggen, we gaan weer. Let's go! Oh, lekker! Rook! En we beginnen dus met de reactor van Monen. Super attractie mensen, een van mijn favoriete attracties van de Nederlandse kermis. Dit is ook weer het maximale uit de attractie halen. En dat gaat u nu laten zien! Oh, heerlijk hoor, ja, ja. De snelste machine reactor. Motherfucker, 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 go, motherfucker, go! Familie Achtbaan Crazy Clowns is van Buwalda. Is de tweede familie Achtbaan die ze hebben, mensen? Daar gaat hij op. Op exact dezelfde plaats als op de voorjaarskermis staat hij nu weer, de Space Jam van Albers. Ik heb mijn brood er alweer mee gesmeerd en dan ga je lekker spacen. En dat doe je ook op deze gigantische hoogte mensen, namelijk ongeveer 30 meter, 35 meter zo'n beetje. Want zo hoog zweef je ongeveer in de Space Jam van Albers. Ach, ach, ach mensen, dat is toch heerlijk. Heerlijk die rook. We zijn aangekomen bij de Powerpolyp mensen van Harms. Ik hoor net dat hij komt en dat hij action is, baby. Ja, ja. Lekker, lekker, lekker. Powerpolyp dit jaar hier in Nijmegen. Ik denk dat ik dit wel de leukste polyp vind van Nederland. En ook zeer zeker de mooiste. Heel vroeger stond Verdonk altijd met de Powerpolyp hier in Nijmegen. Daarna kwam de Turbopolyp hier zo goed als vast in Nijmegen. En nu dus weer de Powerpolyp terug mensen. Wat een mooie plaats hier zo tussen die bomen, zo met die kop. Het gaat allemaal maar net. En dan de terrassen erachter. Ja, erg leuke plek vind ik dit. Glasdolf Venezia Labyrinth. Speed Bay Rupsbaan baby. Van Boers. Met lekkere shows erbij. En dat kan die wel hoor. En de Jumbo van Orleman mensen, Jumbo 1, de allereerste Jumbo die in Nederland ging reizen. Als cakewalk Crazy Shimmy van der Zanden. En ja, wat mij opvalt is dat er midden in de cakewalk een boom staat. Ja, je zou zeggen ja die hoort erbij, ja die hoort er niet bij. Er is gewoon heel die cakewalk is er gewoon ingebouwd. Om die boom heen. Ja, dat is mooi hè. Beslis je eigen geluk bij de Temple of Fortune.
Ja, dat jullie het allemaal nog wel weten vorig jaar, mensen. De kermis met de twee boosters hier. Boosterbakken stond er vorig jaar met de Booster Max van De Voer. Dit jaar is er eentje overgebleven en dat is Bakker met de Mega Booster. En op. En neer. En op. En neer. Och, heerlijk. Lekker bij de beat jumpen op en neer van Bootsma. Dat is gaaf, mensen. Gewoon een heel kraam met miniatuur. Echt gaaf. Ik ga even kijken wat er allemaal zat. En ook weer van de partij, de Met Mail van de Vries. Ja, heerlijk. Ik voel me sexy als ik dans. Oh, 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 oh. Sexy als ik dans. Als ik dans. Oh, klap op de bakkers. Net kwamen de kekenwalk tegen, nu de moderne versie Crazy Circus van Spelbrink als Funhouse. De tobogan glijbaan van Roel. En ja, ja, daar is hij weer, de disco jumper van Van Rai. Beste jumper op Nederlandse bodem, naar mijn mening, mensen. Heerlijke attracties, dit altijd om te doen. En voor €3,50 kan je erin. En hoor die show. Heerlijk. Misschien wel Nederlands mooiste spookhuis, Thriller van Lemmermond met live action. En de autoscooter van Cars, ook weer van de partij hier in Nijmegen. En heeft het niet slecht zo te zien. Oh, lekker, 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 mensen. Van de Hangover, vorig jaar naar nu de chaos. Oh, wat een verschil en wat een lekkere attractie is dat, hè. De chaos. Mocht je hem nog mooi gedaan hebben, doe hem gewoon eens, want dit is echt een topzaak. Chaos van de Weert, lekker, lekker, lekker. Beste attractie van Nederland. Heerlijk. Hier word ik vrolijk van, mensen. Yes, yes, yes.
geweldig weer, hè? Ja, daar word ik vrolijk van, hoor. Daar word ik zo blij van. Breakdance, hoefnagels. Ja, 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 de nummer 1 breakdance van Nederland. De enige nummer 1 breakdance, zo moet ik het zeggen. Hij geeft toch weer net als in Weert goed gas met het apparaat. Heerlijk, mag hij van mij blijven doen. Tijd voor een beetje magic in de Magic Mouse. Een beetje magie. Heerlijk, daar gaat hij hoor. Van Buwalda, de kleine muis, waar is dat? Want vorig jaar stond hij nog de spinning coaster. En dat was hij dan mensen, de kermis in Nijmegen. Het was een leuke kermis. Op zich best wel leuk opgesteld. Jeffy zei tegen mij van tevoren, ja, de boost staat een beetje raar opgesteld. Maar ik vond het wel meevallen. Ik vond het best een leuke kermis. Alleen het tussenpad vanaf de cakewalk tot aan het grote plein waar hier de chaos staat. Dat was een beetje leeg, die straat. De rest was het op zich wel naar de kermis, mensen. Eindcijfer daarom een 7,5. En beste show. Mensen, echt waar, de rups. Rups. Hier staat ook rups. Speedway. Ja, ik had liever die attractie achter me gezegd. Chaos. Ja, maar de speedway deed ook goed. Ja, en chaos wint altijd. En Disco Jump deed ook goed. Ja, speedway. Ik hoor net van Jeffy, speedway. Ja, die kunnen we ook eens keer. Ja. Ja, doei. Oké, bedankt voor het kijken en tot de volgende video, mensen. En kijk ook de vlog hiervan uit. Is ook leuk. Oké, doei mensen.